Vandaag neemt Alle Zaken op een rijtje een kijkje bij BMT Aerospace. Wat doen zij en hoe gaan zij om met de huidige technologische ontwikkelingen? Bij BMT Aerospace zijn we actief in het toeleveren van componenten of kritische componenten aan de luchtvaartindustrie. Wij zijn voornamelijk actief in drie verschillende niches. Wij leveren kritische componenten voor flapslat actuatiesystemen. Wij leveren in een tweede instantie kritische componenten voor helikoptersystemen. En in een derde instantie leveren wij kritische onderdelen voor jetmotoren. Onze grootste troef binnen BMT Aerospace zijn natuurlijk onze mensen, die zich dagelijks inzetten vol overgave om onze producten binnen de gestelde kwaliteitsnormen te leveren aan onze klant. Voor ons is het belangrijk in de toekomst om verder te groeien. Maar natuurlijk ook, onze mensen zijn zeer belangrijk in de groei en we willen natuurlijk ook verder investeren in onze mensen. Een derde item die voor ons zeer belangrijk is, is verder investeren in technologie. BMT Aerospace is altijd zeer gekenmerkt geweest door onze technologische leiderschap en dat willen we ook in de toekomst verder gaan bestendigen. Als een vierde belangrijk punt voor onze strategie voor de toekomst willen we ook verder gaan investeren in digitalisatie van onze bedrijfsprocessen om zodoende onze efficiëntie naar de markt beter te maken. In Oostkamp maken we tandwielen voor de aandrijving van de flaps en slats voor vliegtuigvleugels. Daarmee maken we gebruik van op maat gemaakte machines en een team van specialisten met een hele hoge expertise. Daarmee kunnen we eigenlijk tegemoetkomen aan alle klanteneisen en de continue prijsdruk. We hebben hier lokaal 110 medewerkers, waarvan een 70-tal operatoren die werken in een ploegenstelsel. Onze operatoren zijn voornamelijk gekend door hun hoge techniciteit en oprechte fierheid op het werk die ze uitvoeren. We werken ook in de hand met veel interne opleidingen, openheid en betrokkenheid. We zijn ook zeer sterk verticaal geïntegreerd. Dat wil zeggen dat voor ongeveer 95% productievolume geen externe handelingen doen. Dat zorgt voor een zeer diepe en brede expertise in het bedrijf. Het merendeel van onze machines zijn in samenwerking met constructeurs gemaakt om te kunnen voldoen aan onze strenge technische en kwaliteitseisen. Mijn jobinhoud bestaat uit het bekijken van de planning via ons MES-systeem. Daarna gaan we de machine gaan instellen en ook een rak slijpen binnen de vereiste toleranties. Na het slijpen gebeurt een manuele meting aan de machine. En na de manuele meting gaan we ook een meting uitvoeren op ons camerameetsysteem. Aan de hand van die resultaten gaan we de machine die nodig bijsturen. Dan gaan we over tot productie. Na het einde van de shift is er ook een ploegoverdracht met mijn collega. Daarin worden alle zaken besproken. Dagelijks is er ook een meeting gepland met teamleaders en de andere operatoren waarbij veiligheid en kwaliteit besproken wordt. De machine is eigenlijk een vijfassige machine waarbij het ons mogelijk maakt om in één opspanning meerdere operaties te kunnen uitvoeren. En de operaties gaan van het slijpen van de vertanding tot het boren, frezen en ruimen van gaten. Mijn jobinhoud is certificatie van luchtvaartonderdelen. Dat houdt in visueel als ook digitaal controle uitvoeren. Ik heb 6 maanden een opleiding gevolgd intern om deze stukken te mogen certificeren en door goedkeuring van de luchtvaartcommissie. Momenteel ben ik ook bezig opleiding te geven aan een collega van mij om ook de stukken te certificeren.